en welkom bij een nieuwe vlog. Hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is dinsdag vandaag en ik ga vandaag lekker peen en uien klaarmaken. Heerlijk. Lekkere winterkost. Het is echt een beetje herfstachtig weer met veel regen en het is een beetje kouder aan het worden. Dus lekker peen en uien. Lekker zuurtje erbij. Heerlijk. Dat gaat er wel in. Nou, ik heb vandaag weer gewerkt en we zijn alweer 2 dagen, heb ik alweer opzitten van de week. Ik zal eventjes het laten zien wat ik dus allemaal lekker heb. Ik heb lekker aardappeltjes heb ik. Ik heb de aardappeltjes. En nog lekker pinnen en uitjes. Dus een lekker stukje vlees. Lekker hoor. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in om even lekker weer te gaan koken. En ik ga nog even heel eventjes nog even wat doen. En dan ga ik zo beginnen met koken. Gisteren heb ik een livestream opgenomen van GTA. Als ik mij niet te moe voel, dan ga ik dat vanavond ook nog even doen. Want ik vond gisteren eigenlijk wel weer eens even lekker om even een... even GTA te spelen. Het was alweer een tijdje geleden voor me. Terwijl ik ook inmiddels ook al aan de pepernoten zit. Heerlijk. En ik heb er wel zin in. Dat had ik niet zo netjes. Met volle mond praten. Lekker hoor. Lekkerste pepernoten zijn eigenlijk die van de bakker, hè? Die zijn heerlijk. Dus vandaag. Ik heb de computer alvast opgestart. En ik ga de vlog van morgen ga ik even alvast nog orde maken. Ik ga nog even verder hier. En ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 19:30 geweest. En ik had nog trouwens een leuke mededeling. Dit even in het kort, want jullie hebben al gezien dat ik een tweede filmpje gemaakt heb. En dat op het kanaal geüpload heb. Binnenkort is er een 12 uur durende livestream te zien. Ik zat net een filmpje te kijken van Michael Kleinhout. En ik denk, hé, dat moet ik ook doen eigenlijk. Hè? Dat moet ik eigenlijk even ook doen. Hè? Dus bij deze Michael. De vlog met de aankondiging. En ook nog een apart filmpje gemaakt van de aankondiging. Een 12 uur durende livestream met Joost van Gewoon Joost, met Rob en met natuurlijk Michael Kleinhout in de hoofdrollen en ik natuurlijk. En in de hoofdrollen en we gaan een 12 uur durende livestream opnemen. Het wordt hartstikke gezellig. Datum moeten we nog even kijken. Want jullie weten zoals gewoonlijk, het is een beetje moeilijk om soms af te spreken. Dan kan die niet, dan kan die niet, dan kan die niet en dan kan die niet. Met een 12 uur durende livestream zal dat wel iets makkelijker zijn dan een 24 uur livestream. Dat zei Michael ook al. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Gisteravond, in de livestream van mij, is dat idee eigenlijk geboren. En dat hebben we allemaal te danken aan Rob. Rob, bedankt voor het fantastische, goede idee. Ik vond het echt een top idee. Rob was heel enthousiast. Rob, die heb gelijk meerdere mensen geprobeerd aan te sporen. En bijna iedereen heb al ja gezegd. Dus dat is echt geweldig. Echt hartstikke leuk. Tof. En dan gaan we 24 uur later misschien een keer doen. En dan gaan we eerst beginnen met een 12 uur durende livestream. Hier op dit kanaal. En op Michael's kanaal. En op Joost's kanaal. Nou, jullie horen het. Ik ben heel enthousiast. En ik praat wat hard. Want dat heb ik meestal als ik heel enthousiast ben. Dan ga ik wat harder praten. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik heb net lekker peen en ui heb ik klaargemaakt. En we hebben lekker gegeten. Ik ben nog even lekker bij de buurman even op visite geweest. En nu ga ik eventjes nog even livestream opnemen. Het zal nu niet 12 uur duren. Maar even een paar uurtjes. Een uurtje of anderhalf uur, 2 uur.
En dan ga ik nog even lekker gamen. Nou, ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Ik ga even nog een andere video opnemen. Die ga ik even los op dit kanaal zitten. Die hebben jullie vorige week gezien. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is inmiddels 11:30 en ik hou het voor gezien voor vandaag. Ik ben het zat. Ik ben moe en ik ga lekker naar bedje toe. Ik heb vandaag alweer gehad en ik heb geen livestream meer opgenomen. Ik had er geen zin meer in, ik was te moe. En ik had een beetje rust nodig, dus ik heb even lekker uitgerust en mij verder niet meer druk gemaakt vanavond. Ik was echt een beetje zat. En daarom ga ik ook lekker vroeg naar mijn bedje toe. Ik vind het wel weer welletjes. Morgen weer vroeg op. En dan, is het weer een nieuwe werkdag. Ik ga even spullen wegbrengen. Zo, dan wordt het even wat donkerder. Hoppa. Zo. Hoppakee. Zo. Nee, ik vind het wel weer welletjes. Ik ben best wel moe. Gisteren was het ook vreselijk laat geworden. Het was niet de bedoeling, maar ik was gewoon gisteren de hele tijd vergeten. Dus vandaag maak ik het lekker, ga ik lekker vroeg onder de wol. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ja, het is weer even een heel kort vlogje, maar ik kan daar niks aan doen. Ik voel mij ook nog steeds niet echt helemaal 100%. Ik heb nog steeds een beetje last van mijn keel. En mijn stem die valt af en toe wel eens weg, zoals je hoort. En echt een beetje verkouden. Beetje snotteren, beetje snuiteren. Ja, mijn keel wil niet meewerken, hoesten heel veel. Dus ik maak het lekker niet te laat, ik ga lekker mijn bedje in. Nou, ik bedank jullie in ieder geval allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, doe even een blauwe duimpje de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En voordat ik het vergeet, druk ook even op het belletje bovenin. Dan worden jullie elke keer automatisch op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video online is. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende vlog morgen. En ik zie en spreek jullie allemaal weer. Groetjes en skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Paf.